Het is de day after het huwelijk van Harry en Meghan, maar hier in Engeland is er nog genoeg na te genieten met alle kranten. Ze zijn helemaal losgegaan, op elke voorpagina staat een dolverliefde stel, meestal groot afgebeeld zoals hier. Door de Sunday Times. Ik moet zeggen, de meeste kranten houden toch van het kussenstel. De kus is wel een nummer 1 keuze. So in love. En de Engelsen natuurlijk de koning van de woordgrappen. Kistery staat hier in plaats van history. En hier The Mail on Sunday. Harry Ever After in plaats van Happily Ever After. Er zijn ook allemaal leuke details in de kranten die ik nog niet wist. Zo schrijft de Sunday Express dat de Queen speciaal toestemming heeft gegeven aan Harry dat hij zijn baard mocht laten staan terwijl hij een militair uniform droeg. Ze schijnt er überhaupt niet echt van te houden, de Queen van baarden, maar voor deze gelegenheid mocht het dus wel. Daarnaast wordt er ook best wel nog wat geschreven over Diana natuurlijk, de grote afwezige eigenlijk. Zo gaat het over de ring die Meghan droeg toen ze later naar het feest ging. Dat is een ring die Diana ook droeg. En ook een heel leuk detail, ze hebben best wel veel liplezers erop losgelaten over die hele ceremonie. En het schijnt dat William en Harry in het begin tegen elkaar zeiden, terwijl ze aan het wachten waren op de bruid, remember what mom used to say. Weet je nog wat onze moeder altijd tegen ons zei? En daarna, dat stukje daarna, konden ze niet echt goed lezen. Maar dat Harry daarna moest lachen en zei, yes, I remember. Ik weet het nog. Dus volgens alle kranten was Diana er toch bij. Eigenlijk is de tendens in al die kranten een beetje hetzelfde. Ze zeggen allemaal, het was een schitterende bruiloft. Het is een soort van nieuw elan wat Meghan eraan toebrengt. Harry zei toen ze aankwam lopen, she's amazing. En iedereen zegt, en Harry was right. Hij had zo gelijk, het was een geweldige jurk. Helemaal in stijl, klassiek, mooi. Ze hebben zelfs, een van deze kranten heeft de designer van de jurk van Diana ook geïnterviewd. En die zei, ach, het was schitterend. Ook precies wat Diana gewild zou hebben.